Mijn oom Theo Vogels raakte in het voorjaar van 1943 als student per ongeluk verzeild in het verzet. In de auto van zijn vader brengt hij mensen naar de grens die uit Nederland weg willen. Eind 43 rollen de Duitsers de verzetsgroep op en gaan op jacht naar de leden. Ze gaan ook op zoek naar Theo. Mijn oom was eigenlijk een jongen die geen grote daden deed in het verzet. Het was geen verzetsheld met een mitrailleur of zo. Het was een jongen die mensen hielp, die altijd mensen hielp. En in het verzet bracht hij mensen die uit heel Nederland naar Tilburg werden gebracht van een station. Naar de bossen bij Esbeek. Joden die uit Nederland weg wilden. Franse krijgsgevangenen die via de Duitse Twentse grens naar Tilburg kwamen. Ook veel piloten hebben ze geholpen en vliegeniers die neergeschoten waren. Een van de vliegtuigen die neergeschoten was, daar was een boorschutter en een vlieger die hadden zich gered. En die waren via omwegen in Hilvarenbeek terechtgekomen. En in Weelde, over de grens, zijn ze gebracht en daar was een stortbui, een regenbui. En toen zijn ze gaan schuilen in een café. En daar zaten Duitsers. En die hebben hun waarschijnlijk herkend en gevolgd op hun weg naar Antwerpen, eerst naar Turnhout, toen naar Antwerpen, naar Brussel. Ze gingen niet rechtstreeks naar Brussel om niet argwaan te hebben, maar uiteindelijk zijn ze daar in Brussel gearresteerd. En toen zijn ze allerlei mensen op gaan pakken, dus ook in Weelde en Turnhout die hen hielpen onderweg. Maar ook kwamen ze toen in Hilvarenbeek terecht bij de groep. En uiteindelijk toen ze bij mijn opa kwamen, die woonde hiernaast op kasteel Groenendaal. Maar wilde in eerste instantie niet vertellen waar zijn zoon was. Toen hebben de Duitsers twee andere broers van Theo, mijn vader en een jongere broer Harry, hebben ze in een overvalwagen gezet en gezegd dat die jongens gegijzeld zouden worden tot Theo boven water kwam. En toen heeft mijn opa gedacht, weet je wat, ik stuur ze naar de halfbroer van Theo in Tilburg. Die hadden een andere achternaam. Dus mijn opa dacht, dat is veilig. Daar is hij ook helemaal niet. Maar uiteindelijk bleek hij daar dus wel te zijn. En midden in de nacht hebben ze hem daar opgepakt. Toen is Theo met de andere mensen die gearresteerd zijn, 9 mensen zijn toen gearresteerd. Die zijn naar Antwerpen gebracht en later naar Brussel, waar de krijgsraad zetelde. En ze zijn naar een proces, zijn er 6 mensen ter dood veroordeeld. En 3 of 4 hebben wat lichtere straffen gekregen, tuchthuisstraffen. Theo die werd ook ter dood veroordeeld. Maar mijn opa die heeft hemel en aarde bewogen om gratie voor hem te krijgen. En uiteindelijk heeft hij ook gratie gekregen. En hij werd naar Broekzaal vervoerd in Zuid-Duitsland. En daar heeft hij een half jaar letterlijk met een ketting aan zijn been vastgelegen in een cel. En dat was een vreselijke gevangenis volgens andere getuigenissen. Theo is na een half jaar naar Rijnbach vervoerd. Alleen niemand van de familie wist dat hij daar was en waar hij dan ook was. Want die jongens die verdwenen waren, daar mocht niets meer over gezegd worden. Daar mocht de familie niet van weten waar ze waren, ook niet als ze overleden waren. Hij heeft van Rijnbach is hij uiteindelijk naar Siegburg gegaan. Omdat er werd geloot wie dan naar welke gevangenis moest. En zijn compagnon, student, die wilde liever in Rijnbach blijven en is Theo naar Siegburg gegaan. Helaas is Rijnbach 3 weken later veroverd door de Amerikanen en Siegburg niet. En in april 1944 is Siegburg belegerd door de Amerikanen. Die hadden nog niet genoeg panzerwagens om de stad in te nemen. Dus die hebben alleen maar de stad kunnen beschieten van afstand. Daar was de gevangenis was een van de grootste gebouwen. Dus dat was een mooi doelwit. Maar zij wisten niet dat dat de gevangenis was. Daar waren 2000 gevangenen in een relatief kleine gevangenis. Die zaten bovenop elkaar en er braken verschrikkelijke ziektes uit. En uiteindelijk is de gevangenis bevrijd door de Amerikanen. Maar toen hebben ze er 6 weken lang iedereen in quarantaine gezet. Want het was zo'n verschrikkelijk uitbraak van vlektyfus die daar plaatsvond, dat daar niemand in en uit mocht. En in die periode is Theo ook besmet geraakt. Hij was het van tevoren niet. En is in die periode ook overleden. In de gevangenis heeft hij 6 brieven geschreven naar huis. Maar in die brieven daar mocht je nooit iets schrijven over je omstandigheden. Dus dat ging over koetjes en kalfjes. Het enige wat daar heel erg in opvalt is dat hij vanaf de eerste brief zegt, als ik hier uitkom,
Dan wil ik heel graag een kapelletje oprichten voor Maria aan de ingang van het landgoed waar wij woonden. Uiteindelijk is die kapel er ook gekomen, hier voor aan de weg. En die is daar gebouwd door de familie hier van Vogels, samen met de familie van professor Gimbreer, wiens zoon in 1945 ook is overleden. En die kapel die is gebouwd van de stenen van de 20-tal boerderijen die hier in de laatste oorlogsweken zijn kapotgeschoten. En die is opgedragen aan alle mensen die in de dorpen hieromheen, Biesthouthakker, Hilvarenbeek en Diessen, in de oorlog zijn omgekomen. Dus niet meer alleen aan die twee jongens.